Daar is hij weer, Kabir Noor-Mohammed, surfen op de toppen van zijn roem. Kabir, jij zendt nu al ongeveer 1 of 2 weken lang iedere dag een liedje uit. En je hebt er ook de nationale televisie mee gehaald. Hè? Boven Ervedoren zelf, de grote showman van RTL 4, Mr. Media himself. De man met de grootste national look op televisie die er bestaat. Die heeft jou in zijn uitzending gehad, hè? Ja, klopt, ja. Dat was kijken afgelopen vrijdag, was ik even in de uitzending. En daar hadden we even over hoe mijn dag doorkomt. En dan had ik het over dat ik dus liedjes zing voor mijn medemens. Om de mensen een beetje bezig te houden, om wat positieve liefde de wereld in te sturen. En dat was een bijzonder leuke uitzending, ja. Ik heb heel veel mooie reacties gehad. Ja, en ook heel veel verzoekjes naar aanleiding daarvan, hè? Zeker, ja. Zeker. Ik heb behoorlijk wat verzoekjes, dus ik ben voorlopig wel even zoet, ja. Dus ik heb wat te doen. Ja, dus de mensen die een verzoekje hebben ingediend, die moeten dus weten, het kan even duren, maar je komt erop terug. Ja, zeker. Ik schrijf alles op. En sommige liedjes zijn best pittig, dus daar moet ik even op zitten. Moet je ook de muziek vinden? Altijd, ja, ik doe alle nummers, doe ik. Ja, maar je moet de muziek soms vinden, je moet erop oefenen. Klopt, ja. Het is soms eigenlijk helemaal niet geschikt voor jouw stem, goed beschouwd. Precies, ja. Dus je moet de juiste orkestband zien te vinden. Er is wel heel veel te vinden qua orkestbanden. Maar toch is de toon zo dan weer even niet goed. Maar ik moet zeggen, meestal vind ik ze wel, hoor, de orkestbanden. En dat gaat hartstikke goed, ja. Ja, is het alleen maar Hazes? Nee, het is ook heel veel Hindoestaans, geloof ik. Ja, Hindoestaanse liedjes. Daar ken ik er heel veel van. Er staat ook heel veel op YouTube qua orkestbanden. Ook Engelstalige liedjes krijg ik vaak. En niet alleen Hazes qua Nederlandstalig, maar ook andere Nederlandstalige liedjes. Ja, je hebt in ieder geval 2 Ajax-nummers gedaan. Namelijk Three Little Birds en Bloed, Zweet en Tranen, wat je altijd al doet. Ja. Klopt, ja. Het bloed, zweet en tranen, dat zit erg in mijn systeem. Three Little Birds moest ik even op zitten, maar dat is ook goed gekomen. Maar de tekst is wel goed, because everything's gonna be alright. Ja. Dus dat is een tekst vol optimisme. Ben je nog een beetje op... Jij straalt nog optimisme uit in deze tijd, hè? Ja, zeker. Je moet er toch wel wat van maken. Kijk, ik kan wel thuis gaan zitten treuren en een beetje triest gaan zitten doen. Maar je moet toch wel altijd positief blijven, toch? Ja. En nu gaan wij iets doen wat nog nooit vertoond is op de Nederlandse televisie, ook nu op het internet. Wij gaan namelijk met z'n tweeën een duet doen. Jij gaat zingen, ik ga een beetje meezingen. En we gaan met z'n tweeën doen, exclusief voor Salto TV, voor Facebook, voor YouTube. Gaan wij doen het nummer om onze vriendschap te vieren van André Hazes. Het nummer over vriendschap. Eén vriend. Oké, jij hebt een band daar. Kijken hoe het gaat. Ja, is goed erop. Ik start even de band op. We moeten even improviseren. Maar hier komt ie. Jarenlang was jij mijn vader. Als een broer hield ik van jou. Ik zie je nog daar op de stoep staan. Je stond te rillen van de kou. Zonder huis en zonder centen. Help je vrouw, ook die was je kwijt. Ik zei, kom zo lang hier wonen. Maar daarvan heb ik niet spijt. Hield ik je daarom uit de goot. Uit de goot. Was dan jouw vriendschap niet zo groot? Niet zo groot. Hoe vaak lag jij daar in mijn bed? Dat jij nooit van je vriend hadden nu zijn klaar portret. Ging er dan echt niet door je heen? Door je heen! Ben jij zo hard en zo gemeen? Zo gemeen! Maar alles is voorbij. Je nam haar weg van mij. Wat een vriend, ja wat een vriend, vriend was jij voor mij. Ja, tot zover moeten we maar doen, hè? Anders gaan de mensen zich weer... Kijk, dit is een beetje de Matthijs van Nieuwkerk, de Wereld Draait Door versie van het nummer van André Hazes. En dat vind je heel goed doet, dat je die nummers
gewoon niet te lang uitspreiden op het internet. Kost allemaal digitale dingen. Kost allemaal megabits en microbits. Dan kunnen de mensen toch voor een minuutje genieten en daarna kunnen ze het origineel opzitten. En vaak blijkt dan, het origineel is ook wel goed, maar hoe het Kabir gemaakt heeft ook iets heel eigens. En ook deze versie Kabir. Hoewel eigenlijk de tekst van André Hazes niet helemaal overeenkomt met onze vriendschap. Tenminste, althans, daar ben ik nog niet achtergekomen en jij ook nog niet. Was het weer een genoegen en heel fijn om dit nummer jou te mogen doen voor de kijkers. Kijkers, het is maar dat u het weet en als het nou veel succes hebt, doen we er nog eentje. En het is maar, beste kijkers, dat u dat weet. Zeker weten, Rob.